Ik word zo vrolijk van dit nummer. Ik vind het fantastisch. Dames en heren, welkom bij Even Lekker in Bed, aflevering 8. Natuurlijk is deze serie voor in bed, maar ik zit nou even op een stoel. Sorry, anders word ik zo laks. En wat heb ik gedaan? Teken wat bellen. Je kunt erop springen. Vorige keer hebben we natuurlijk SpongeBob Draw to Life gespeeld. En nu gaan we verder, maar dat doen we na het intro en dan gaan we een bubbel tekenen. Het moet nou niet gek worden, jongens. Okay, people, let's go to work. En je hoort het muziekje gewoon doorgaan. We tekenen een bubbel. Klaar. Dit is serieus de mooiste bubbel die ik ooit in mijn leven heb getekend. Ik hoop ook dat jullie hem mooi vinden. Anders weet ik het niet, maar... Okay, dit zijn de bubbels. Oh, wauw. Dat is lekker zichtbaar, dat blauw. Maar goed, we kunnen op bubbels springen. Zit mij in die krabs gevangen? Hij heeft niet eens ogen. Wat? Waar zitten zijn ogen? Oh, daar. Ik dacht, what the fuck, hè? Is er echt een geest of zo? Laten we dit even weggummen. Nou, je kent een beetje het spel wel. Het is een heel raar spel, want je moet dingen tekenen en zo. En dan kan je dus je eigen game een beetje ontwerpen. En zoals je ziet gaat er weer een sleutel achter me aan. Krabbies. Zo, pak al die muntjes. Niet allemaal. Wat is dat? Oh my god. Gemeenerikken verslaan we gewoon, hé? Ik dacht dat ik een gemeenerik was met mijn bandietpakje aan. Nou, de sleutel nog steeds achter ons aan. Oh, we kunnen naar boven en naar beneden. Dat haat ik altijd als je twee verschillende etages kan doen. Moment, ik ga eens naar beneden kijken. Wat hebben we hier? Zo, we kunnen heel veel kratsen hier. Even alles wegkratsen, zo. Hoppakee. Zo doen we dat. Like a boss. Goed gedaan, dankjewel. Wat een verslavend spel, jongens. Echt dat een DS zo verslavend kan zijn. Hatjia! We gaan hierin. In dit gebouw. Zo, echt niet normaal veel munten. En een hartje, ook nog. Nou, moet nou niet gekker worden. Ongelooflijk, wat nou punten krijg je in zo'n huis. En, oh, nee, oh shit, wat een rotcontroller. Ik zit met een Xbox 360 controller, dat weten jullie inmiddels, hè. Dat moeten jullie weten. Oh. Oh shit. 3 kwal op een rij. 4. Oh damn, een 4 combo. Snel die munt oppakken, ik was net te laat, zag je het? Oh, bubbelbaars. Waarom noem ik die bubbelbaars? Oh, wat was dat nou? Wat was dat ook wat ik oppakte net? Ik ben vergeten wat het is. Ik had iets getekend en ik weet niet meer wat het is. Een checkpoint, dat weet ik wel nog. Wow, wat zijn dat voor beesten dan? Zo, het lekt gewoon. Damn, DS, heb je moeite? Dan moet je niet twee van die mannetjes in beeld zetten. Oh, gaan we weer kratsen? Oh, dat beest. Gun hem uit, wacht even. Yeah! Goed gedaan, thanks. Wat moet je met dat ding ook weer doen? Slaan? Wat was dat ding? Was dat een hartje of zo? Oh, dat is een vriendje geworden. Ik weet het weer. Oh, let op. Dat is wel een van de moeilijkste levels. Ja, het is de eerste levels die ik in-game heb. Twee van die gasten. Yeah! Het gaat gewoon goed dit hoor. Dit is gewoon een topspel, jongens. Wat een verslavend spel. Een van de betere DS-spellen die ik heb gespeeld eigenlijk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Want het is echt hartstikke leuk. Maar volgens mij is dat Draw to Life echt een fantastisch spel. Gaan we Patrick even signaleren? Patrick! Je mag dit kapot maken. En zo. Nice. Thanks, Pat. Patar. Ik noemde hem vroeger Patar. Nou ja, eigenlijk soms nog wel eens hoor. Patar. Geen Patrick, maar Patar. Gaan we weer kratsen? Oh, nee! Wat is dat? What the fuck is dat? Oké, ik ga hem omsmelten tot een... Oh, we moeten weer een poppetje tekenen. Teken dit beest opnieuw en maak je het je nieuwe vriendje. Weet je? Ik doe er gewoon eens wat anders. Ik maak er een blauw monster van. Of nee, een roze. Hij is wel half gay. En dan maak ik hem echt super zagrijnig. Dat het echt zo'n kwaad mormor is. En dan doe ik zo'n klein snorretje. En dan doe ik zo'n mondje. Zo! Nou, als dat je vriend is, jongens, dan weet ik het niet. Maar ik weet niet of ik het als een vriendje moet aanschouwen. Zo! Het ziet er echt grappig uit, joh. Nou ja, grappig. Ik vind het gezichtje wel leuk.
Oké, we gaan iemand... What the fuck? Ik ga hem bevrijden. Wie is dat? Wat is dat voor een beest? Nou, ik heb in ieder geval vriendjes gemaakt. Oh shit, ik heb nog maar één hartje. Oh, nou moeten we even serieus even heel goed spelen, anders ga ik gewoon dood. Kom op. Ik loop gewoon over die dingen heen. Op naar het volgende stukje level. We zitten nog steeds in bikinibroek en we weten dat bikinibroek wordt aangevallen. En door wat, weet ik niet precies. Misschien wordt door die beesten met die ooglapjes op, die wannabe piraten, weet je wel. Van ja, we doen een ooglapje op en dan zijn we gelijk piraat officieel. Maar in het paswoord staat gewoon Henk, weet je wel. Henk Slager of zo, weet je. Ik snap het niet. Moeten we weer wat tekenen? We moeten liftjes gaan tekenen. Teken een mooie wolk. Oh, wolken. Sorry hoor. Oké, ik teken een wolkje. Maar ik doe hem wel lekker breed, want ik heb wel het gevoel dat ik echt goed op moet springen. En in die wolk zit een... Jullie weten het stiekem, hè? Dit is gewoon een keiharde appel, hè? Dat weten jullie, hè? Jullie weten dat een keiharde appel is in een wolk, hè? Ik hoop het, want een appel in een wolk is toevallig één van mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt ook altijd, pa, zegt ze, zoals jij wolkjes kan tekenen met een appel erin, zo teken jij wolkjes met een appeltje erin, hè? Oké, ik ga dat niet te vaak herhalen. We vliegen naar beneden! In het water! Je kan er niet zwemmen, stomme krabbelding! Het lijkt net een stuk taart met die stomme appeltjes erin. Wat gaat daar gebeuren? Waarom zou ik daar naar boven willen? Er zit sowieso een secret. Ik voel het nou al aan mijn water. Hier zit gewoon iets waar ik naartoe moet. Anders hadden ze dat nooit gedaan. Ik zei toch, van die, gelijk al van die beesten. En een hartje, zo. Ja, zie je? Huppakee, kom er maar uit. Ik heb 3 van de 3 mannetjes gered in dit level. Dat betekent bijna 100%. Nou, dat moet wel. Een krabbel kan je geen... Nou, die moet je 100%, anders teken ik zelf wel de 100%. Alhoewel, misschien moet ik hier naar beneden. Hoe kom ik daar naar beneden? Wat? Oh, zo. Ja, ik wou even alles halen, jongens. Je kan niet zeggen van... Vincent, je laat dingetjes achter in het level, weet je. Zo kunnen wij ook gamen. Dat wil ik dan ook weer niet. Oh, prachtig. Maar die sleutel, ik moet die sleutel niet inleveren. Ik heb er een beetje scheidteken aan gekregen. Het ding blijft me achter me aan hangen. Oh! Neppiraat. 2 combo op de neppiraat. Oké, okay. Oh my god, is dit... Dit is de Krabby Patty. Of dat is de krokante krab dit natuurlijk. Heet dat, dat heet een Engels Krabby Patty. Oh, en daarom was die... What the fuck is dat? What the fuck? What the fuck is dat? Oké, ik ga hem snel uitgummen, want dan wordt het mijn vriendje. Damn, teken de beestje opnieuw. Nou, ik ga zeker sowieso weer een heel raar figuur van maken, let op. Ik teken zeg maar een hele bolle buik in het... Zo. En dan teken echt een geel hoofd, zeg maar. En dan hele dunne armpjes, heel eng zo. En dan heeft hij ook hele grote schoenen. Echt van, kijk maar, maat 30 hebben of zo, weet je. En dan heeft hij ook nog een kei grote sigaret in zijn mond. Met een topje. En dan van die witte rook. Kijk, die gaat eraf, zo zit. Oh, fucking badass dit. Sowieso, dit is echt één enge man. Sowieso, echt zo'n roker, weet je wel. Bevrijd me maar. Oh, yo. Er komt er nog één. Nee. Oké, okay, hij doet niks. Ik ga dit gummen. Nee, hij mag niet komen. Hij moet wegblijven. Nee, nu! Wacht, ik ga hem ownen. Wacht, ownen is een ander woord voor uitgummen. Zeg ik mooi. Ik weet het. Yes. Nee, kom nog een keer. Wat heb ik nog niet uitgummed? Dit. Hij maakt nog meer krabbies. Oké, okay, ik heb serieus 2 van die gasten die roken. Kijk, ze roken. Wat? Ze dansen. Kijk hoe ze dansen. Abnormaal. Ik kan me niet meer voorstellen dat deze game officieel door de keuring is gegaan. Oh, wacht, ik was niet in game. Oh, de sleutel is voor dat. Oké, goed zo. Nou, heb ik hem toch voor een goede reden meegenomen. Wauw. Resultaat. Prima gedaan, Vince. Alsjeblieft. Ik doe het graag. Prima gedaan. Je hebt genoeg mensen gered voor nieuwe tekenpersonages in bikinibroek. Nieuwe spullen in de krokante krab. Goed gedaan, krabbelbroek.
Kijk, SpongeBob, het is meneer Krabs. Hij leeft nog. Arr, kom op, jongens. Ik heb noodrantsoenen voor jullie. Breng het geld dat jullie hebben opgespaard naar de krokante krab. Joe! Lees maar. Ik neem aan dat je ons wilt laten blijven werken tot wij maar neervallen voor hetzelfde rotsalaris. Ja, dat klopt. En met al die schade hebben we weer een nieuw menu nodig. Jullie scharminkels, bedenken maar eens gauw wat. Gezondheidsbonus tekent een nieuw menu-item voor de krokante krab. Het verschijnt als een gezondheidsbonus. Ik zou eventjes een heerlijke, overdekte krabburger kunnen maken. En waarom doen we dat gewoon niet om deze video af te sluiten? Gewoon even netjes een mooie krabburger maken. En dit is het broodje. Nou, ik heb hem een beetje oranje gemaakt, want ze hebben niet echt normale kleuren. Dan wil ik er een beetje van die lichte spikkels op doen. Kijk zo. En het is echt een sesambroodje, maar de onderkant niet. Dus alleen de bovenkant heeft spiksels. Nou, dan willen we een grasblaadje erop doen. Die doe ik hier zo. Zo. En dan wil ik die hieronder ook doen. En dan komen natuurlijk ook tomaatstukjes. Dus dan wil ik er stukjes rood in, zo. En hier ook wat te rood. En dan komt daar ook die dikke sappige burger erop, hè. Kijk, die is wat dikker, die sappige burger. En dan wil ik ook wat geel op, want dat is dan een soort ketchup. Oh my god, dit is echt wel mooi gemaakt dit hoor. Ik zeg doen. Ik zeg dat dit een van de mooiste krabburgers is die ik ooit heb gemaakt. Nog beter dan de krabburger zelfs. Ik moet niet overdrijven. Allemachtig, dit is nog lang niet slecht. Jullie matrozen komen langs en kopen ook een paar van deze, oké? De krokante krab kondigt de grootste heropening aan. Gebruik de munten die je hebt verzameld in het avontuur om speciale items en dingetjes te kopen. Oké, we snappen het helemaal jongens. Het spel wordt zodanig uitgelegd dat zelfs 2-jarige kinderen het goed kunnen begrijpen. Nou, we gaan eens even hier naartoe. We hebben 465 munten, dat is echt behoorlijk wat. En ik zou niet weten waar we nu heen kunnen gaan. Ik denk toch naar de krokante krab. En wat hebben we hier? Koop extra levens voor je avonturen. Nou, zullen we dat gaan kopen? Ik bedoel, we hebben genoeg geld. I don't see the point. We gaan afsluiten. We hebben wat gekocht. Wat hebben we precies gekocht? Ik weet het niet meer. Nou, iets met levens hebben we gekocht. Ja, jongens. Ik vind het verschrikkelijk verslavend spel. Laat het weten in de comments wat je van dit spel vond. En of je meer van dit wil zien. Wat heel graag, want ik vind het echt fantastisch. En we kunnen dan naar het reuzenrad toe. Laat gewoon even weten in de comments of je meer van deze game wil zien. En dan check ik jullie in de volgende. Even lekker in bed. Doei!